boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Alte Dylan. En vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik heb iets besteld natuurlijk bij dartshopper.nl. Ik heb het in de vorige video van afgelopen dinsdag al over gehad. Dat ik een bestelling ging doen bij dartshopper.nl. Oké, ik ga nu eventjes naar mijn Gmail. Want de bestelling heb ik dit morgen om 7:15 geplaatst bij dartshopper.nl. Ik heb twee dingen extra moeten bijbestellen voor aan €50 te geraken voor gratis verzending. Oké, wat heb ik besteld? Ik heb de Target K-Flex Low Glitter nummer 6 besteld in de variant short. Dus dat is al. Ik heb nog eens een Target K-Flex, ook van Low Glitter, maar nu de nummer 2, ook in short. Dan heb ik de Target Tacoma Low Glitter Dart Case besteld. Dan heb ik de King of the Yoki, of zoals wij zeggen, Koto, waar mijn darts ook van zijn, mijn tungsten darts. De Broken Shaft Remover Silver, omdat ik had dat wel nodig. Ik heb al een paar keer gehad dat mijn shaft brak en dat ik die er niet kon uithalen. Dus ik heb er één keer op het werk voor gehad, toen heb ik er een nagel moeten inkloppen en met de nagel eruit draaien, want ik kreeg het zelfs niet met de dart, alleen met de punt van de dart ook niet eruit. Dus ja. Dan heb ik nog de Red Dragon Luke Humphries Signature Yellow Hardcore Flight standaard besteld. In totaal kwam het uit op €51,30. Ik zat juist aan iets over €50 voor gratis verzending. Maar ik zeg van, ik ga die twee dingen bijbestellen. Anders heb ik misschien €7,95 of €8 verzendingskosten. En ik zeg, dat ga ik ook niet betalen. Want dan heb ik sowieso meer als wat ik nu moet betalen. Dus dan heb ik gewoon gezegd van, ik ga die twee dingen nog bijbestellen. Nog een klein setje flights. En dan die broken shaft remover. Ik had natuurlijk ook iets anders kunnen bestellen, zoals slijpsteen of zo. Maar die heb ik ook liggen. Dus ik had eigenlijk nog een broken shaft remover nodig. En ja. Dus dan heb ik nog een extra setje flights bijbesteld van Luke Humphries. Gewoon omdat ik, ja, aan €50 misschien te krijgen. Ik hoop, ja, nu is het nog altijd maandag 21 oktober. En ik hoop dat de bestelling morgen geleverd wordt door Bpost. Dat ik morgenmiddag de unboxing kan maken voor jullie. Ik ben echt wel blij dat ik de Luke Littler K-Flex Flights heb kunnen bestellen en de Target. Dat is een darts case, omdat ik ga 2 november, dat is op een zaterdag, ga ik voor dat ik naar de wedstrijd OHA Leuven Club Brugge ga kijken, ga ik darten met Ken. Jullie kennen Ken misschien nog wel. Daarmee ga ik dus darten in Leuven, ergens in Leuven aan de cinema. En ik ga er dus mee darten en moet ik dus wel stylish voorkomen en heb ik dus mijn dart case van Luke Littler besteld. Dan mijn K-Flex flights van Luke Littler. Die broken shaft remover gaat er ook mee in. Ik ga een paar shaftjes meenemen. Ik ga zien hoe dat kan smijten hinder. Ik ga gewoon mijn K-Flex flights meenemen dan. En ook nog wel gewone shafts en gewone flights. Misschien de flights van Garvin Price of wie is dat dat ik heb. Let's go. Misschien dat ik die flights van Luke Humphries ga meepakken.
Misschien nog niet, ik weet het nog niet. Ja, want in de weken daarna ga ik ook nog waarschijnlijk in Leuven wat gaan darten. Omdat ik toch bij mijn moeder ben en dan ga ik ook waarschijnlijk wat darten. Dus ja, daarom ga ik gewoon die dartcase gekocht met die K-Flex Flights. Ja, en ik hoop dat dat echt wel perfect zal zijn. De K-Flex Flights zijn toch wel beter, dat is een all-in-one systeem, dus ja, en die wou ik echt ook al heel lang, die K-Flex Flights van Luke Litter. Ik wou die al vanaf dat die uitkwamen eigenlijk, vanaf dat ik into darts was, wou ik die K-Flex Flights, want ik wou ook altijd de Luke Litter loadout darts, misschien dat ik die ga vragen bij mijn kerstmis aan mijn Peter, want die zijn dan met Swiss Point en dan kan ik andere Swiss Pointjes, andere punten dan, maar we zullen zien. Maar ja, dit was zo'n beetje deze stukje van de video. We zijn toch al 5 minuten verder. Dus ja, ik zeg jullie guys als de bestelling er is. En als, ja, als het pakketje geleverd is. Ik hoop natuurlijk dat dat morgen is. Dus ja, dus ik zeg jullie als het pakketje geleverd is. Let's fucking go. Oké, boys and girls. Het is nu dinsdagmiddag als ik dit stukje opneem. Het is dinsdag 12:28. Ik heb mijn pakketje van dartshopper.nl binnen. En we gaan het openmaken. Zo. Let's go, let's go. Oké. Ik ga de doos openen. Oké. Wat zit er als eerste in? Wat zie ik er als eerste? De Luke Humphries Flights van de Red Dragon. Dan heb ik hier van Target. Dus je weet wel, Target. Dan heb ik hier een doosje ontvangen van de case van de darts van Luke de Nuke Littler. Dit is het, het caseke. We zien dat er een code bij zit. Voor dingen. Voor, hoe noemt dat? Dart counter. Nee, er zit dus geen code bij voor dart counter. Maar dat maakt niet uit. Oké. Dan hebben we de K-Flex number 2 shape van Luke Littler in de short variant. En het is een echt wow, oh my god, boys and girls, wat een zieke flight. Wat zie ik een K-Flex Flight. Oh my god. Ziet dat af. Wow. Nice. Oké. Zo heb ik er dus. Ja. Deze zijn de nummer 2 flights. En die vind ik al best wel nice. Ja. Dat zijn dus de K-Flex nummer 2. En ze bieden weer de K-Flex nummer 6 nog. Maar de K-Flex nummer 2, oh, wat een materiaal, jongen. Oké. Deze zijn dus de K-Flex nummer 2 dartshafts. Maar dan gaan we eerst naar King of Yoki Darts Accessory. Deze is mijn Broken Shaft Remover. Wat ik dus echt al lang nodig had, maar nooit gekocht had. Nu eens zien hoe dat eruit ziet. Ja, dat is echt wel handig. Ik weet niet waar je bent, maar dat is echt wel nice om te hebben. Dus die gaat al in mijn darts case. Dus ja, let's go. Die is al in mijn darts case. En dan, ja, boys and girls, we komen aan de laatste K-Flex, de nummer 6 shape.
Ook in de short variant. Wauw, 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 wauw. Wat een flight. Wat een flight. Wauwie. Wauw. Dat is de eerste keer dat ik zo'n K-Flex flight in mijn handen heb en... What the fuck. What the actually living fuck. De nummer 6 shape is zelfs ook nice. What the fuck. Luke de Nook, littler. Ja, flights zal ik maar zeggen. Dus die ga ik nu eventjes voor jullie op mijn dingen zetten, op mijn barrel zal ik maar zeggen. Ah, die moet nog. Dus ik zet die nu op mijn barrels aan het zetten. Voor echt jullie te laten zien hoe dat die eruit zien op mijn barrels. Dus zo zien die eruit op de barrels. Je ziet hier de barrel, de King of Jockey barrel met de Target Luke de Nook Littler K-Flex Flights nummer 6 shape. En perfect, perfect gewoon, what the fuck. Oké, dus nu ga ik mijn K-Flex nummer 2 shape flights hierin steken. Maar ik ga eerst zien hoe dat die K-Flex, hoe dat die andere in de case geraken. Misschien dat ik die K-Flex ertussen kan steken. Oké, die K-Flex moet ik hier dus ergens tussen steken. Nu, die krijg ik precies nooit niet mee. Nu moet ik zien hoe ik die kan leggen. Oh, dan breek je die misschien. Dus die moet ik ergens apart insteken, die K-Flex nummer 2 is. Maar dan zijn we nog aan de retraction dingen. Zo ziet dus mijn dart case er nu al uit. De dingen erin. De dingen. De bijlen erin. En dan moet ik eerst nog een boxen. Godverdomme. Dus ik ga sowieso altijd stems meenemen en K-flexes. En deze zijn dus de Red Dragon Luke Humphreys dingen. En die ga ik hier steken. Die steek ik altijd hier nu. En zo ziet dus mijn dart case er vandaag uit. Dus de K-flex Luke Littler nummer 6 erbij. Dan de King of Jockey darts, barrels en dan die stem remover, de flights van Luke Humphreys. Dat moet ik nog zien voor stems en dan zo. Dan is eigenlijk heel mijn dingen compleet, een dart case. Maar dit was dus de video. Hebben jullie genoten van deze video? Check dan zeker de volgende video ook. Volgende week dinsdag. En like deze video. Reageer hieronder wat je van mijn flights vindt. En van een
geen flex flights en hoe dat ik mijn darts set, alleen mijn darts case van Luke, de Nuke Littler, natuurlijk heb gezet. Het kan zijn dat jullie het misschien geen goede darts case, geen goede dingen vinden, maar het is eigenlijk zo'n beetje, ja, dit is hoe ik nu mijn mijn case zie en mijn, ja, hoe dat ik eigenlijk mijn, ja, mijn dart case en mijn, als ik ga darten, zal ik altijd die, sowieso die K-flexes opzetten, misschien een paar stems, misschien ook nog de K-flex nummer 2 shape meenemen, we zullen dat zien. En dan wil ik jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Donald Dillon en nu heb ik eindelijk mijn darts set compleet met de Luke the Nuke Littler K-Flex Flights. En ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Volgende week dinsdag een FIFA video, een EFC video. Let's fucking go. Show! Bye bye!